wel braaf, toch komt het daarop neer. Ik ben hier meesteres, jij slaaf, het gaat echt leer om leer. Kruipen dus voor mama, als een hond zo trouw. Mocht je mama naaien, dan naait mama jou. Hé, kijk eens mama, de Tribune noemt mij de misdaad van de eeuw. En de nieuw zegt, sinds mensenheugen is niet zo'n vrede dubbele moord. Ja, schat, zulke publiciteit koop je niet. Jij zorgt voor mama, mama zorgt voor jou. Ik heb Flynn gesproken. Hij laat jouw proces op 5 maart beginnen. Op 7 maart word je vrijgesproken. En op 8 maart weet je wat mama dan voor je regelt? De première van je eigen variété-tour. Ik ben al zo vaak op het tournee geweest. Wat schuift het? Ik heb eens overlegd met de jongens van het impresariaat. En gezien jouw recente sensationele activiteiten, kan ik 2500 ritselen. 2500? Veronica en ik kregen nooit meer dan 350. Dat was voor Cicero, voor Billy Flynn en voor mama. Mama, ik heb altijd al willen spelen in die nachtclub van Big Jim. Kun jij dat regelen? Big Jim? Ha, dat is andere koek. Daar moet ik nog een telefoontje voor plegen. En wat gaat dat telefoontje kosten? Ah, lieverd, je weet hoe ik over je denk. Je bent een beetje familie. Ik doe het voor $50. $50? Voor één telefoontje? Zeker vaak verkeerd verbonden, mama. Mama houdt van peper, niet van slap en lauw. En als mama heet wordt, wordt ze heet van jou. Volg mijn vaste regel en dan blijkt al gauw. Als jij mama inpakt, pakt ze uit voor jou. Beklim met mij de ladder hoger op, zoals dat heet. En als je mij een kontje geeft, biedt mama jou er. Zulke dochterliefde streelt toch elke vrouw. En wil jij mama strelen, dan streelt mama jou. Wat is de eindconclusie? Als ik alles goed beschouw, hou maar veel van mama, mama van genade. Hey! De Heer zij met u. Ga zij te gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige man. Hey, jij daar! Wat? Uit mijn stoel! Zeg, wie denk je wel dat je bent? Roxy, dit is Velma Kelly. Velma Kelly? De Velma Kelly? Oh, mevrouw Kelly, ik zie u al dagen in alle kranten. Mag ik u iets vragen? Waar? Nou, meneer Harrison, de aanklager, die zegt dat ik kan worden opgehangen voor wat ik heb gedaan. En hij gaat de maximale straf eisen. Dus ik heb best een beetje advies nodig. Luister, ik geef geen advies, ik neem geen advies. Ik ken jou niet en dat wou ik zo houden. Bedankt, hè? Graag gedaan. Kalm, Roxy. In deze stad zien ze moord als amusement. Trouwens, ze hebben alleen geen 47 jaar een vrouw opgehangen. Dus 47 tegen 1 dat ze jou ook niet opknopen. Eentje moet de eerste zijn. Zeg, hoe wou jij je gaan verdedigen? Wat wou jij de jury gaan vertellen? Nou, gewoon de waarheid maar. De waarheid? Je bent niet goed bij je harses. Ja, wat moet ik dan? Oh, Jezus Maria Jozef. Oeh, dat klinkt niet als een advocatenkantoor. Schat, moord is net als scheiden. De reden dondert niet, alleen het pleidooi. Ontoerekeningsvatbaar, zelfverdediging. Wat ga jij eens te zeggen? Ik heb het niet gedaan. Oh nee, wie dan wel? Ik zou het echt niet weten. Het was zo'n schok, ik kreeg ter plekke een blackout. Ik weet alleen dat ik het niet gedaan heb. Daar ben ik de tier voor gebouwd, nietwaar, mama? Wat je zegt, Velma. Dronken, kun je dat ook aanvoeren? Vraag dat maar aan je advocaat. Ik heb geen advocaat. Oeh. Nou, dan zit je zwaar in de stront, hè, moppie. En dat is nog chic uitgedrukt. Nou ja. Dus dat is Velma Kelly? Niet gek, hè? Nooit een ander luchtje op dan zwarte narcis en zelf bed opmaken, Homer. Dat regel ik voor haar. Maakt u haar bed op? Nou, niet helemaal. Kijk, Velma betaalt mij $5 in de week en dan betaal ik die Hongaarse 50 cent en dan doet zij het. Hé! Hey! Kathleen Hunyak! Ze redt Nijmo Mekis Mernet, Roxy Hartot. Onschuldig.